Goedendag, we hebben een prachtig weekend achter de rug met mooie blauwe luchten. Dit was het beeld bijvoorbeeld zaterdag in Zwolle. Ja, echt wel heerlijk terrasjes weer. Maar er zit toch wel een weersverandering aan te komen. Als we op de Europese weerkaart kijken, dan zien we dat voor de kust van Europa een groot lage drukgebied ligt. Dat lage drukgebied zorgt er al voor dat het afgelopen nacht bijvoorbeeld bij ons heeft geregend. Vandaag valt het bij ons al mee, we liggen eigenlijk tussen twee storingen in. Maar wat verder opvalt is dat er verder op de oceaan een tweede lage drukgebied ligt. En Dat is niet zomaar een lage drukgebied, dat is namelijk orkaan Kirk. En orkaan Kirk komt onze kant op. Verliest weliswaar zijn orkaan-trekjes. Ja, maar het systeem kan toch nog wel voor behoorlijk wat wind en regen zorgen. Zeker aan de zuidwestkant zien we de isobaren van gelijke luchtdruk wat meer op elkaar duiken. En daar bevindt zich dus ook een windveld. Nou, Kirk komt woensdag aan land, trekt over Frankrijk richting Duitsland. De kern kan net ons land schampen. Maar bijbehorende windveld lijkt toch wel buiten onze landsgrenzen te blijven. Het is vooral veel regen gevolgd door een wind die naar het noordwesten draait. En het systeem trekt dus snel door naar Scandinavië. Goed, dan gaan we eerst nog naar de, de details voor de komende 48 uur kijken. En dan zien we deze middag Nederland ook in brede opklaringen liggen. Het is met een wind die uit het zuidwesten waait ook betrekkelijk zacht. Vandaag is dus echt nog wel even terrasjes weer. Maar komen nachtvolgen toch vanuit Frankrijk een aantal buien. Hier zien we het gebeuren. Vooral vannacht een paar buien die over het land trekken. Morgen zijn die buien alweer doorgetrokken. Valt allemaal mee, maar we zien morgen ook al meer bewolking dan vandaag. Dus het weerbeeld zou echt wel wat minder vrij zijn dan vandaag. Als we richting Moed gaan, dan zien we Kirk voorbij komen. Het systeem ligt dan boven Frankrijk en het bijbehorende windveld zit vooral aan de zuidwestkant, nog net buiten mijn weerkaart. Maar we zien nog wel de neerslag onze kant op komen. En die neerslag ja, die gaat ons land dus echt wel bereiken. En zeker in het oosten en zuidoosten moet men rekening houden. in de nacht naar donderdag met toch wel behoorlijk wat regen. Goed, vandaag dus nog niet. Vandaag liggen we dus een beetje tussen de buiengebieden in. Met de wind die uit het zuidwesten waait. wordt het toch wel betrekkelijk warm. 17 tot lokaal zelfs 20 graden. Geregeld veel ruimte voor de zon. Maar er staat wel een meest matige. tot soms even vrij krachtige wind. Uit zuidwestelijke richting. En vanavond dus toenemende bewolking, gevolgd door buien in de nacht. Die buien trekken van zuid naar noord over het land. Het koelt niet veel verder af dan 11 tot 13 graden. Daarmee is het dus ook al wat zachter dan de voorgaande nachten. En morgen zijn die buien alweer weggetrokken naar de Noordzee. Af en toe breekt de zon in het westen door, maar in het oosten lijkt de bewolking toch wel aardig hardnekkig te blijven. En boven Duitsland bevinden zich nog een aantal nieuwe buien. En het zou kunnen dat de bewolking dan af en toe dik genoeg is... langs de grens voor een nieuw spetterbuitje of een lichtbuitje. En ook aan de kust zou een enkele bui vanaf zee nog kunnen binnendrijven. Maar zeker geen verregende dag. En met dit soort temperaturen toch echt wel een zachte dag. En goed, woensdag beginnen we nog droog met opklaringen. Maar de bewolking neemt in de loop van de dag alleen maar verder toe. En systeemkeur komt dus dichterbij. Zorgt vooral in het zuiden al voor veel bewolking en later ook regen... En ik verwacht vooral in de nacht naar donderdag dat een groot deel van het land met toch wel aardig wat regen te maken gaat krijgen. Dan moet je toch rekening houden met neerslaghoeveelheden die kunnen oplopen naar 20 tot lokaal misschien wel 50 mm. En de bijbehorende windveld, dat bevindt zich vooral over de landsgrenzen. Maar het is niet uitgesloten dat bijvoorbeeld Limburg nog even ermee te maken krijgt. En ook donderdag als de wind gaat draaien naar het noordwesten kan de wind toch nog wel even fel uitpakken met windstoten die kunnen oplopen tot 80 km per uur. Maar goed, storm dus niet. Donderdag dus die overgangsdag. De wind begint al te draaien en als systeem voorbij is, begint het dus ook al wat af te koelen. En vrijdag ligt het dus betrekkelijk in koelere lucht. Een graad of 12. Daarbij af en toe buien, nog wel veel wind. Maar richting het weekend stabiliseert het. Het is in eerste instantie wel koel, cool, met ook frisse nachten. Maar het ziet er toch naar uit op de langere termijn dat dat zachtere weer waar we nu mee te maken hebben ook weer begin volgende week terugkeert. Het zou zomaar weer eens een keer 20 graden kunnen worden. Ik wens u een fijne week!